Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag de weekenergie van 8 tot 14 november alweer. We gaan eens even kijken dadelijk wat deze reading voor boodschappen op tafel mag krijgen. Kijk wel of het met je resoneert. Mocht het niet het geval zijn, kan het altijd helpen als je je eigen abonneert. Dan pik ik jouw energie eerder op met collectieve readingen. Maar omdat mijn kanaal ook enorm aan het groeien is, wil niet altijd zeggen dat elke reading voor jou bestemd is. Het is wel mogelijk om een privé reading aan te vragen. Ik heb beneden in de beschrijving een linkje staan naar mijn website. Daar kun je dus lezen wat het inhoudt om een privé reading verzorgd te krijgen. Mocht je daar interesse hebben, kun je altijd door middel van het contactformulier contact met mij opnemen. Ik begin met twee overal energiekaartjes ervan uit. Daar gaan we natuurlijk weer kijken wat er op tafel mag komen. Ik wil verder iedereen bedanken voor de lieve comments en berichtjes die ik elke keer weer mag ontvangen. Super lief. Ook de privé aanvragen die ik tot nu toe al heb mogen verzorgen. Ook de donaties die ik heb mogen ontvangen. Het warmt mijn hart elke keer weer als iemand dit op deze manier toch weer als een blijk van waardering overbrengt op deze manier. Sommigen zijn anoniem, dus daar kan ik niet een directe reactie op teruggeven. Dus bij deze wil ik dat toch nog even doen. Maar we zijn hier voor de weekenergie. Okay, wat brengt deze week met zich mee? 8 tot 14 november. De kaarten shuffelen ontzettend lastig. Dus er zullen wat strubbelingen zijn in deze week. Maar we gaan eens even kijken wat dat voor strubbelingen zouden kunnen zijn. Oké. Het is dus belangrijk om vooral je angst een beetje los te gaan laten. Het zal lastig voor je zijn om bepaalde onbekende situaties, om daar het vertrouwen volledig in te behouden. Weet dat bepaalde dromen die jij het universum inzet, deel zijn van jouw zielenreis. Ga jij mee op dat ritme, dan zul je merken dat alles wel op zijn plek gaat vallen. En dat je dus ook makkelijker in het onbekende kunt vertrouwen en vanuit kunt gaan. Het is wel zo dat doordat jij dus nog op zo'n drempel staat of tegen een drempel aan zit te hikken, kan het soms zijn dat die angst dus juist weer meer op komt trekken. En dat je dus naar het soort stukje tastbare aan het zoeken bent. Dan mag je proberen los te laten, want dat is het stukje wat ze bedoelen van, er zit een bepaalde, daar kan het dus voor sommigen van jullie een stagnatie daardoor ontstaan. Dus mocht je daar last van hebben, probeer dus in je eigen kracht te staan. Ga mee op de ritme van jouw zielenpad. En vanuit daar zul je echt heel veel boodschappen tot je kunnen nemen. Je hebt bepaalde wijsheden al in je zitten. En toch wil jij, om het zo maar zeggen, die touwtjes in handen houden. Wijze oude man, dus je hebt heel veel wijsheden al in je zitten. Het mag alleen gezien worden door jou. En dat hoeft niet zichtbaar gezien te worden. Het is vooral dat ze heel veel tekenen achterlaten voor jou. En dat kan zijn door middel van dromen of muziek die jij herkent. Elke keer bepaalde songteksten. Oude foto's die in één keer weer oppoppen. Mensen die in één keer weer op je pad komen. Heel veel aanknopingspunten. En vanuit daar zul je merken dat het onbekende, wat dus niet tastbaar is voor jou op dat moment, toch tastbaarder gaat worden door middel van bepaalde herkenningspunten. Dus dat is een belangrijk aspect voor deze week dus. Maar we gaan eens even kijken wat dat nog verder teweeg brengt. Ik zet heel even mijn microfoon iets anders. Ik hoop dat jullie er zo geen last van hebben. Ik heb hier zo'n ding nou recht voor mijn gezicht hangen. Dus het is niet echt heel erg handig. Oké. Dat was een snelle. De kaart wil in ieder geval spreken voor deze week. Oké,
Jonge energie is voelbaar. Het tastbare van bepaalde waarheden willen tot je willen nemen. Maar ook weer een soort missie om jouw passie weer te gaan voelen. En doordat jij dus daar eigenlijk een nieuwe flow in aan het gaan bent. Dat jij in het onbekende aan het stappen bent. Zul je merken dat je steeds meer in je eigen gevoel komt te staan. We hebben hier de schildknaap van zwaarden en de schildknaap van staven. Dus echt nog een beginnende nieuwe energie. Dus het is een nieuwe fase waar je op dit moment door heen aan het lopen bent. Maar het heeft wel te maken met emotionele ondersteuning in jezelf. Emotionele balans. Bepaalde puzzelstukjes die op zijn plek zullen gaan vallen in de loop van de tijd. Weet dat er heel veel aan het stromen is. En je mag dus mee op die stroming, mee op dat ritme. En jij zult dan steeds dichter tot jouw ware kern komen. Je zult die schoonheid daar ook van gaan zien. En dan zul je ook merken dat die energie op dit moment veel prettiger aanvoelt als waar jij voorheen in zat. Je bent nu in een nieuwe stroming aan het komen. En dat heeft te maken met inzichten die je hebt gehad in een periode dat je echt even een stapje terug hebt genomen, gekeken hebt wat de punten zijn waar jij nog aan mag helen. Je hebt daar een lichtje even naar binnen geschenen, maar omdat jij dit nu al hebt gedaan, komt hij dus op kop. Normaal gesproken zie je dus ook dat je dan even in een ruststand komt, de projectie op jezelf gaat leggen. Maar deze is al afgerond en voltooid. En daardoor zul jij dus nu ook die stroming krijgen. Omdat je dus nu nieuwe cyclici in aan het gaan bent. Dus eigenlijk een hele mooie flow waar je nu in gaat komen. Het heeft wel te maken dat er heel veel verdriet en pijn is geweest in het verleden. Maar die ben je dus ook doorheen aan het gaan. Vooral omdat hier toch wel de koningin van Kelken ligt, is dat je dus toch al die emoties meester bent geworden. En in de normale tarot is het zo dat je deze beker nog niet in het zicht hebt. Deze staat nu al in het licht en je kijkt ernaar. Dus bepaalde emotionele stukken heb je al zover geheeld, dat er dus nu ook een mogelijkheid zit om verder te kunnen groeien, ook op intuïtief en spiritueel niveau. Je krijgt bepaalde tools in handen en je weet er nu ook naar te handelen, omdat jij bepaalde waarheden in jezelf nu ook uit hebt durven spreken. En dat wil niet zeggen hardop, maar in ieder geval wel herkent dat ze er zijn. Dat er bepaalde nieuwe knopen doorgehakt mochten worden. En dat je dus niet in het schaduw van jouw angst hoefde te gaan staan. Hier ben jij dus krachtig doorheen aan het komen. En doordat je dus nou die wijsheden hebt, zul je ook merken dat de tijd ervoor gekomen is om dit nu ook met beide handen aan te gaan grijpen. Oké. Geduld is dus ook wel een belangrijk aspect in deze week en de weken daarna ook nog wel. Want het voelt als een energie die dus toch nog wel eind van dit jaar door zal sijpelen. Maar daar zit echt wel een hele mooie vooruitgang in. En onder de koningin van Kelken zie je dus ook dat er voor jou dus een hele mooie stroming is. Je zult elke keer meer succesjes krijgen. Doordat je bepaalde liefdeselementen en hartzeer dus geïncasseerd hebt, ga je dus nu ook inzien dat er nieuwe mogelijkheden op je pad gaan komen. En als ik dan hier ook nog de geliefde heb, heeft het toch wel te maken dat er een stroming gaat komen op liefdesvlak. Eerst zelfliefde, liefde in jezelf, jouw eigen het is niet zozeer mankementen hoor ik, maar ik weet niet of je het dan begrijpt. Je kleine imperfecties omarmen. Niet rekening houden, niemand is perfect. Wil ook niet perfect zijn, want juist die imperfecties maken jou zoals je bent. En daar ga je dus ook mee stralen. Daardoor ben je dus uniek. Doordat je dus nu die stroming door aan het maken bent en dus ook in het onbekende gaat stappen, gaat er een nieuwe wereld voor jou open. En dus ook op liefdesvlak. Maar we zullen eens even kijken met de andere tarot erbij, wat dit dus nog voor deze komende periode mee te maken heeft. Want het voelt voor mij echt dat dit een stroming is voor de komende 2-3 maanden. Dus het zal in decembermaand toch echt wel bepaalde stroming in werking gaan zetten. En dat het ook doorzeppelt nog tot 2022.
Dus ik ben heel benieuwd wat dit teweeg gaat brengen. Ik heb binnenkort natuurlijk ook dat ik de opnames ga doen. En daar ben ik nu al deels mee begonnen met de jaarprognoses voor 2022. Ik heb ze nog niet allemaal afgerond, maar zodra ik ze dus allemaal op heb genomen, dan ga ik ze ook inplannen. En ik hoop dus dat dat komende week allemaal online kan komen te staan. Dus ik ben de jaarprognoses, die drie die ik tot nu toe op heb genomen, komt heel erg veel naar voren. Soulmate, maar ook toch wel healing. De laatste karma lessen incasseren. Dus voor een bepaalde groep zal er toch wel de bepaalde lessen al in deze fase van 2021 al deels afgerond zijn of bijna afgerond zijn. En dat zal in de loop van 2022 nog wat aandacht vergen. En vanuit daar zie ik toch al bij drie readingen de soulmate kaart op tafel komen. Dus wie weet is deze reading dus eigenlijk een voorloper voor de rest van de jaarprognoses. Dus hou dat vooral even ook in de gaten. Maar we gaan eens even verder kijken wat die liefdesbeker, of die liefde, geliefde, oh wauw, de 10 van bekers en de 1 van munten, of de aas van munten moet ik zeggen. Deze kaarten worden anders benoemd als in het normale deck. Dus het is wel zo dat het universum jou nu de handreiking aan het doen is om iets nieuws op te gaan bouwen. Iets stabiels, iets concreets. En dat heeft dus een succes, want er liggen dus niet voor niks de staven A6 kaart. Maar pas op. Pas op voor die innerlijke conflicten. Pas op voor het stukje als je weer terug gaat vallen in het oude patroon. Als je angst toch weer even de overhand geeft. Want nieuwe liefde op je pad wil ook zeggen dat er toch ook wel weer een nieuw gevoel is spannend. Kun je je eigen door terugtrekken, kun je gaan blokkeren. Dus probeer daar heel erg op te letten. Dat je dus die innerlijke conflicten niet meer gaat ervaren. En dit is dus het stukje waar jij dus dan duidelijk in mag zijn. Voornamelijk dat je dan ook een knoop door durft te hakken van oké, dit is niet waar ik mee verder wil met die innerlijke conflicten. Het is nu klaar. Mijn waarheid is dat ik vanuit het positieve ga handelen en niet meer vanuit mijn angst. Dus dat is jouw aandachtspuntje in deze cyclus, als jij dus die liefdespersoon op je pad gaat krijgen, om daadwerkelijk ook echt in je kracht te blijven staan en niet meer vanuit de oude patronen te handelen, maar dus vanuit een nieuwe door te kunnen pakken. We hebben hier nog een hele mooie kaart onderkant dek. Ik moest deze even meenemen. Het kan dus echt wel ware liefde zijn die dus hier op tafel ligt. De 4 van staven, viering, kan dus ook te maken hebben in het mooist haalbare scenario. Een huwelijk, samenkomst, samenwonen, misschien wel een samengesteld gezin. Er ligt iets heel moois hier op tafel, maar het is natuurlijk aan jou om dicht bij jezelf te blijven, om ook te kijken van wat is mijn aandeel als ik weer in een bepaald patroontje terugval? Wat kan ik hier aan doen? Wat heb ik daarvoor nodig? Is er nog een stukje wat ik mag helen? Of kan ik dit op een andere manier aanpakken? Hoe kan ik dus mijn patroon zelfstandig doorbreken? En weet dat niet iedereen dit zelfstandig zou kunnen. Het zonnetje gaat hier lekker schijnen, dus je mag weer gaan stralen in je eigen kracht gaan staan. En dat is het stukje, de sleutel van jouw kracht. Dat je weer in je eigen kracht mag gaan geloven en dus dit ook uit mag gaan stralen. En als je dus zelf gaat voelen en ervaren dat je dus zo'n krachtig, prachtig mens bent die dus straalt en dit de buitenwereld inzendt. Dan zul je ook merken dat die angst gewoon zo minimaal voor het is en dat je dit ook los kunt gaan laten. En het loslaten zal voor velen heel erg lastig zijn, maar hoe minder je jouw gedachten op angst projecteert, hoe minder je dus ook het universum inzendt. En hoe meer je gaat stralen, hoe minder ruimte er is voor angst of bepaalde illusie- en waanideeën of waanbeelden van hoe het zou kunnen gaan of mis kan lopen of dat soort dingen. Dus de sleutel ligt echt in jouw handen en dit mag jij zelf in gaan zien, lieve ziel. Dan zul je ook merken dat er toch wel hele mooie cadeautjes op je pad kunnen komen. En dat er een bepaalde mooie vooruitgang kan gaan komen. Dat je je hoofd weer opgeheven kunt houden en dat je dus niet ingedoken hoeft te zitten. Omdat er dus
nog zoveel beschadigingen in je aanwezig zijn. Zodra je dus die heling hebt verricht, hoef je dat niet meer. Kun je dus merken dat je dus in je kracht bent komen te staan. En dat je dus vanuit deze pure liefde weer verder kunt ontwikkelen. En dus ook echt zeker wel dus nieuwe liefde op je pad mag gaan ontvangen. Oké, hele mooie boodschap voor deze week. Ik mag nog een engelenkaartje trekken. En dan gaan we hopen dat deze reading voor jullie resoneert. Want dit is wel een hele mooie legging natuurlijk. Vooral als je zo aan het groeien bent, ook op emotioneel vlak. Het kan dus met te maken hebben dat je in connectie gaat komen met vissen, waterenergie. Wellicht ook schorpioen hoor ik. Ik heb twee kaartjes maar liefst. We hebben aanpakken, engelen van motivatie. Je kunt het beste direct doorpakken, ondanks dat je dat spannend vindt. Zo creëer je ruimte voor nieuwe kansen. Ik hoop dat jullie het zien met de zon erop. Heel mooi. En we hebben reizen. Engelen van ontdekking. Het is tijd de wereld te ontdekken en deze vanuit een nieuw perspectief te leren zien. Dus eigenlijk het stukje onbekende, het stukje spirituele ondersteuning vanuit de bron, vanuit God, het universum, wat jij dan zelf ook prettig vindt om het te benoemen. Doordat jij dus die vertrouwen hebt, zul jij dus ook uit kunnen fladderen, ga je dus ook uit die schelp treden. En dat bedoel ik ook met, je gaat weer stralen, je gaat weer in je kracht staan. En daardoor zul je die angst ook minder gaan ervaren. En dan zul je ook kunnen gaan genieten van de nieuwe ontdekkingen op je pad. Het stukje wat dus niet tastbaar is, maar wel voelbaar. En vooral dat voelen dan mag verder ontwikkeld worden onder de lieve kijkers. Want ik merk dat er toch heel veel nog tegen een muur aanlopen van ontwikkeling. Dat ze te veel vast blijven zitten in een oud patroon. En ik weet zelf uit eigen ervaring dat je best veel moeite moet doen om daar überhaupt doorheen te breken. En dat sommigen dit ook gewoon opgeven omdat dit gewoon echt best wel een pittige les kan zijn, een bepaalde patroon te leren doorbreken. Het heeft vooral te maken met ego-stukken vooral aan te kijken, in gaan zien wat jouw eigen aandeel is in een situatie en vanuit daar dingen te omarmen, je eigen fouten in te zien, hier lessen uit te halen en vanuit daar weer verder te kunnen wandelen eigenlijk. Dan kun je dus in een rustige vaarwater meestromen. Oké, lieve mensen, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Dit was voor nu in ieder geval de weekenergie reading. En ik zie jullie graag weer een volgende keer. Doei doei!